Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Inge van der Stouwen en ik heet u weer hartelijk welkom bij Sochtends met Jezus. Ik dacht er vanochtend aan hoe ik eigenlijk mijn dag begin. En meestal ga ik voordat ik nog eet en drink, ga ik eerst kijken naar verschillende bijbelteksten op mijn telefoon. En om toch op die manier een beetje de dag te beginnen met Jezus. Heeft u ook zo uw gewoontes? We hebben nu eerst een korte break en we zien u na de pauze graag terug. Goedemorgen allemaal, fijn dat u naar ons kijkt, naar het programma Ochtenden met Jezus. Hartelijk welkom ook, dominee Terpstra, fijn dat u er weer bent. Zou u eerst met ons weer willen beginnen met gebed? Zeker. Heren, we danken u voor deze nieuwe dag die we kregen van u. Een dag waarop u dezelfde bent als gisteren, eergisteren en alle eeuwen door. En ook uw woord blijft hetzelfde. We bidden u, Heer, dat we daar ook vanmorgen weer uit zullen mogen leren. Wilt u ons helpen in het spreken en in het luisteren beide. Om Jezus wil. Amen. Ik heb er nog over zitten denken en misschien heeft u dat thuis ook gedaan. En die vraag heb ik eigenlijk aan u. Hoe kan het toch dat gelovigen, mensen die bij God horen, te maken hebben met lijden, dat er nare dingen gebeuren. En soms lijkt het wel zo te zijn dat mensen die niet in God geloven, dat die het toch makkelijker gaat, meer voor de wind gaat. En hoe lijkt dat dan toch zo te zijn? Hoe komt dat? Ja, de vorige keer hadden we het over het geloof vanuit Hebreeën 11. Je ziet een hele rij gelovige mensen in Hebreeën 11. Die door het geloof staande houden en op weg blijven naar de grote toekomst hun belooft. Maar stel je nou eens voor dat het geloof alleen maar een zekerheid geeft over een mooie toekomst, terwijl je hier en nu als gelovige er zo ontzettend slecht uitziet. Er zijn inderdaad gelovigen die daar doorheen moeten. En dan kun je denken van: wat heb ik aan een mooie toekomst als mijn heden zo miserabel is? Als ik ziekte heb, als dierbaren wegvallen, als het slecht gaat met mijn huwelijk. Wordt het heel zwaar. Wordt het heel zwaar. En dan kun je zelfs gaan denken van: wat maakt het geloof uit? Er zijn niet-gelovigen die nergens last van hebben, die fluitend door het leven gaan. Nou, die vraag is al zo oud als de Bijbel. In Psalm 73 wordt die eigenlijk al gesteld. Okay. Daar is Asaf aan het woord. En die heeft op school geleerd, zal ik maar zeggen. Of op de catechisatie, of thuis bij zijn ouders. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Dat staat aan het begin van die psalm. God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar Asaf raakt in de war door wat hij in het leven meemaakt. Want hij kijkt naar de niet-gelovigen. En hij ziet dat het hun voor de wind gaat. Al brullen ze van de hoogmoed. Al puilen hun ogen uit van vet. Al spotten ze, al spreken ze boosaardig van onderdrukking. Al hebben Gods kinderen onder hen te lijden. Het is nog erger. Ze zeggen zelfs, dat kun je lezen in vers 11, hoe kan God het weten? Niet alleen verdrukken ze hun volksgenoten, hun gelovige volksgenoten die wel met God proberen te leven, maar ze geven ook God gewoon een grote mond. En dat is toch gewoon niet eerlijk, denkt ook Asaf. Want wat lezen we in vers 13? Ja, ik heb mijn hart van niets gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Ik heb geprobeerd om te leven zoals de Heer dat van mij vroeg. Wat heeft het mij opgeleverd? Nou, dan vindt er een soort van omslag. Ja. Zo ervaart hij dat alles, dus zo ziet hij het alles. Ja, beslist. En daarmee staat hij dus, denk ik, vrij dicht bij de vraag die je net stelde. Ja. Asaf maakt dan een omslag door op het moment dat hij in Gods heiligdom ingaat. Dus dat is de tempel waar geofferd wordt, waar ook het woord van God wordt uitgelegd door de priesters. En dan ziet hij dat het uiteindelijk toch heel anders is. Dat God het onrecht zoals dat hier plaatsvindt, echt recht gaat zetten. Die wie hier een grote mond op zet tegen zijn naast en tegen de Here, daar echt op afgerekend wordt. En dat de gelovige erop mag rekenen dat hij voortdurend in Gods tegenwoordigheid mag zijn. Dat God zijn rechterhand wil grijpen. De gelovige mag erop rekenen dat God hem wil leiden door zijn raad. En om uiteindelijk in heerlijkheid te worden opgenomen. Dus de gelovige mag zeker weten, God leidt mijn leven van begin tot eind. Van het leven hier tot in de heerlijkheid. En hij laat mij onderweg niet los. Ook al voelt het niet alsof God dichtbij is. Mm-hmm. Hij is er wel. Hij is er wel. En dat is een kwestie van wat ik net ook gezegd heb. Wat ik vorige week gezegd heb in mijn eerste studie. Dat is de Heer die betrouwbaar spreekt in zijn woord en ons daarvan overtuigt. Dan is onze ervaring soms het tegendeel. Maar dat was voor Asaf ook zo. Maar binnengeleid in het heiligdom van God, bij een open Bijbel, leert hij wie God echt is. Dat hij aan het roer staat. Dat de niet-gelovigen die zo'n grote mond opzetten en Gods kinderen verdrukken, echt niet eeuwig door kunnen gaan met hun praktijk. En dat Gods kinderen veilig zijn in Gods handen. Dat is de les die hij mag leren. En ik wil er ook nog iets anders bij zeggen. Ons zit vaak tussen de oren dat het leven eerlijk zou moeten verlopen. Hè? Dus dat wie goed doet, goed moet ontmoeten. En wie kwaad doet, zou moeten worden gestraft. Maar dat is toch zo, hè? Ik denk dat dat zit hier, hè? Dat dat soms wel zo kan zijn, inderdaad. Dat het zo ervaren wordt. Ja. Van, hoe kan dat? Dat zit hier, maar we lezen nergens in de Bijbel dat het zo is. Dat het leven altijd eerlijk verloopt. Sommige mensen zeggen ook, maar God is toch liefde, dus dan kan toch niet waar zijn dat dit mij overkomt. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat God is liefde betekent dat het kwade ons niet kan treffen. Nee. God is liefde wil zeggen, God is liefde in zichzelf. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest leven samen in eeuwige liefde en verbondenheid. En door het wonder van het geloof mogen Gods kinderen delen in die liefde. Maar God is liefde wil niet zeggen, God is lief. Dat gaat voor de wind. Precies. Ik moet denken aan een gedichtje. Een bewerking van een bekend gezang en dat gaat als volgt. Die mij zijn kind en dienstknecht, bij spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs de storm kan gaan. Je moet er niet altijd op rekenen dat God de stormen in je leven jou bespaart of wegneemt. Je kunt wel bidden, Heere, leid me veilig door de storm, hoe hoog de golven ook slaan. Ja, wees dicht bij mij. Ja, absoluut. Ja. Ons leven heeft geen belofte meegekregen van een kalm verloop, maar wel van een behoudende aankomst. Eigenlijk zeg ik dus, laten we ons beeld van God niet te zoet en te lief maken. Ja, nou, bedankt voor deze afsluitende zin nog. Het is misschien ook nog iets om nog even op ons te laten inwerken. We gaan voor nu weer naar een korte pauze. Hopen we u weer na de pauze terug te zien. Welkom terug allemaal. Fijn dat u er weer bent. Dominee Terpstra wil graag met ons verder praten over Hebreeën 11. En daarbij specifiek over Abraham. Dankjewel. Fijn om hier weer te mogen zijn. En verder te mogen gaan met dat prachtige hoofdstuk Hebreeën 11. Ik lees eerst de versen 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Ja, mijn aandacht bleef in de voorbereiding hangen bij één woordje uit vers 8. Geroepen. Abraham werd geroepen. Nou, ik begreep dat jij een moeder bent en dat je een zoontje of een dochtertje had van 7. Een dochter. Een dochtertje. Nou, het zal wel eens zo zijn dat je aan haar roept als ze buiten aan het spelen is en dat ze binnen moet komen, dat jullie weggaan of moeten eten of zo. En dan zal dat meisje, hoe heet ze trouwens? Jasmijn. Jasmijn, die zal misschien wel eens denken van, ik heb geen zin om te komen. Maar mensen kunnen roepen en doen alsof we doof zijn en niet ingaan op de roepstem die klinkt. Maar zo roept God niet. Zo heeft God ook niet aan Abraham geroepen. God roept eigenlijk altijd zo dat je luistert. Zijn roepstem zet je leven op zijn kop en herschept het. Eigenlijk komt er door het klinken van zijn roep een einde aan je oude leven en ontvang je een heel nieuw bestaan. Zo is het ook geweest met de leerlingen die Jezus riep. Dat waren eerst visserlui. Jezus riep hen, volg mij. En ze lieten hun netten vallen en volgden Jezus. Zo gaat het, als Gods stem klinkt, daar word je echt een ander mens van. Ik moet nu nog wel even denken aan het verhaal van Jona. Jona, God had ook een opdracht voor Jona. Mm-hmm. En toch legde hij misschien die opdracht enigszins in eerste instantie naar zich neer. Of hij wilde het niet. Nee. Uiteindelijk natuurlijk wel, maar... Ja. Net zoals onze dochter waarschijnlijk uiteindelijk ook naar binnen komt. Ook al. Met veel vertraging. Hè? Kijk, uiteindelijk is Gods roepstem in Jona wel degelijk onoverwinnelijk. Want Jona moet en zal. Ja. Maar juist doordat er zoveel vertraging optreedt, leren we hele belangrijke lessen in dat boek Jona over de barmhartigheid van God. Die zoveel geduld heeft met zijn schepselen in Nineveh, terwijl Jona het liefst die stad direct met de grond gelijk maakt. Ja, die, was die vertraging niet opgetreden? Had God die niet toegelaten in zijn beleid? Wel, hadden die heel belangrijke lessen nooit geleerd, denk ik. Goed, dat even terzijde. Ja. God spreekt en daar word je een ander mens van. En dat gebeurt ook bij Abraham. Die woont in Haran. Prachtig leven heeft hij in Haran. Hij woont daar in een wereldstad. En je vraagt je af, wie geeft zo'n mooi leven nou op? En hij dient goden die toch schijnbaar voor welvaart zoeken. En waarom zou je die opgeven als ze je schijnbaar gelukkig maken? Maar het mooie aan de roepstem van Abraham, die klinkt in het leven van Abraham, is ja, dat God hem dus niet met rust laat in zijn mooie, luie leventje. Abraham wil misschien niet weg, maar hij kan niet anders en wil uiteindelijk ook niet anders. En hij gaat een onbekende bestemming tegemoet. Dat is wat, hè? Moet je je eens voorstellen, Inge, dat jij met Jasmijn en Johannes, je man, op weg gaat. Dat je op een dag de caravan volpakt, achter de auto spant en jullie gaan rijden. En iedereen vraagt, waar gaan jullie naartoe? Ja, we moeten weg, maar we weten niet waarheen. Iedereen zou je voor gek verklaren. Nou, en dat is wel wat Abraham doet. En zo roept God nog steeds mensen. Tot op de dag van vandaag roept hij mensen tot geloof. En roept hij mensen zo om een oude leven los te laten en aan een nieuw, aan een ander leven te beginnen. En het is dankzij Gods roepende stem die een nieuw en ander leven geeft, dat mensen ook daadwerkelijk bereid zijn om alles los te laten, want dat doe je uit jezelf niet. Hoe spannend dat ook kan zijn. Nou, absoluut. Maar geloof is best spannend. Geloof laat je niet altijd op een roze wolk zitten of op een zacht kussen. In vers 9 lezen we dan, dat wil ik ook met je delen, Inge, dat Abraham vreemdeling wordt. Vreemdeling in het land dat de Heere God hem beloofd had. Hè? Het wordt nooit zijn eigen land, dat is toch wat? Het is wel het land hem en zijn nageslacht toegezegd, maar hij krijgt het niet in eigendom. op het kleine stukje naar waar notabene zijn graf ligt. Hè? Hij moet het doen met de belofte. En zo geldt het voor ons eigenlijk ook. Abraham moet het doen met de belofte dat dat land eens het zijne zal zijn. Echt het zijne, dat van zijn nageslacht bedoel ik eigenlijk. Hij maakt dat nooit mee, maar zijn nageslacht. En zo moeten wij, Gods kinderen, het ook doen met de belofte dat heel deze wereld eens van ons zal zijn. Heerlijk vernieuwd. Dat het nieuw Jeruzalem zal komen. Dat aan alle lijden een einde zal komen. Maar dat is een belofte. Wij zien er dikwijls zo weinig van in ons leven. En ik denk ook dat dat is wat we als we mogen geloven, moeten leren accepteren. Dat we in dit leven moeten teren op de belofte. We lezen ook dat Abraham in het beloofde land woonde in tenten. Nou, wij wonen wel eens een poosje in tenten als we op vakantie zijn. Misschien jullie ook wel. Of zijn jullie meer van een huisje of een caravan? Caravan. Een caravan, ja. Yeah. Met tent. Met tent. Maar ja, het is heel anders als je permanent in tenten moet wonen, zoals Abraham en zijn nageslacht Isaac en Jacob. Want ook die nakomelingen hadden het land nog niet in bezit. Zo is het eigenlijk ook met ons. Hè? Als we kind van God mogen zijn door geloof, dan is het zo dat we niet alleen mogen en moeten teren op de belofte alleen, maar eigenlijk ook wonen en leven in tenten. Hè? In die zin dat ons leven hier een tijdelijke aangelegenheid is. Het is er, maar het gaat ook weer voorbij. En het is een uitzien tot het moment dat die tent wordt afgebroken en wij dat vaste gebouw ontvangen, zoals staat in 2 Korinthe 5. Dat vaste gebouw dat niet door mensenhanden gemaakt is. Dat God voor ons bewaart in de hemel. Dat is het nieuwe leven, het nieuwe lichaam. Het opstandingslichaam dat God zal schenken als Jezus terugkomt. Heerlijk, hè? Uit mogen zien naar die toekomst die vader Abraham al verwachtte. Heerlijk om de stad met fundamenten te mogen verwachten. Dat is de stad die blijft, hè? Tegenover de tent die vergaat. Dank u wel. Dank u wel voor het kijken. We hebben weer even een korte pauze en gaan graag weer verder luisteren na de pauze naar dominee Terpstra. Welkom terug allemaal. We gaan graag verder met u en dominee Terpstra, waar we gebleven waren. Dankjewel. Ik was eigenlijk geëindigd met vers 10, waar staat dat Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Ik zat er nog eens net over na te denken en het schoot me te binnen dat God dus de ontwerper, de bouwer is van de toekomst die eraan zit te komen. Die stad is zijn maaksel. En dat is heel anders dan wij mensen vaak geneigd zijn om te doen. Wij willen onze eigen toekomst in de greep houden. Plannen, organiseren. We weten precies waar we naartoe willen. Dat voelt veiliger. Dat voelt veiliger. Maar je ziet in het klein dat dat vaak mislukt. Ja. Maar je ziet het ook in het groot. Dat waar mensen geprobeerd hebben om de wereld mooier te maken, naar hun smaak, om een heerlijke toekomst te realiseren, dat vaak tot grote rampen heeft geleid. Dan kun je denken aan het communisme. Je kunt ook denken aan Adolf Hitler. Je kunt ook denken wat wij hier in het Westen doen met al onze technologie, die ons veel zegeningen gegeven heeft, moet ook eerlijk in zijn, maar toch ook voor een enorm klimaatprobleem zorgt op dit moment. Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar mensen kunnen het niet overzien eigenlijk. Nee. Als mensen denken het leven mooi te kunnen maken en de toekomst mooi te kunnen maken, buiten God om gaat het mis. En ik denk dat we van vers 10 kunnen leren dat God de ontwerper en de bouwer is van de toekomst die komt. Wij hebben onze verantwoordelijkheid om het leven hier op aarde mooi te maken en te zorgen voor elkaar en te zorgen voor de schepping ons toevertrouwd. Maar wij moeten niet denken dat wij het leven hier volmaakt kunnen krijgen. En voor onszelf of voor onze kinderen een perfecte toekomst kunnen organiseren. Laten we dat aan God overlaten. En hem bidden of hij die grote toekomst snel wil laten aanbreken. Dat is wat ik graag nog zou willen meegeven aan onze kijkers. Dank u wel. Bedankt voor deze verdere uitleg. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt ook dominee Terpstra. We zien u graag weer terug. Voor een andere keer op dezelfde tijd. Dezelfde dag. En voor verdere informatie of reacties kunt u kijken naar de gegevens die in beeld komen. U kunt kijken op de website, YouTube, social media. We horen graag van u. Tot ziens.